Hallo mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Tekkit Classic. Vorige aflevering hebben we dit stukje gemaakt. Ik moet nog even dicht. We moeten nog even diamonds zien te vinden om de leidingen af te maken. En we moeten natuurlijk dit gaan bedekken, want dit is echt lelijk. Er moet nog een dak op. Alleen, ik kwam er net achter dat we een ander probleem hebben. En dat is het probleem van de turtle. Ik heb de aflevering vorige keer afgesloten terwijl de turtle aan het minen was. En dan stopt hij ermee. Dus onze turtle zit helemaal in de bodem. En ik kan er niet bij nu. Dus wat ik nu eigenlijk even wil gaan doen. Zomaar even. Zo. Nee. Zo. Maar even kijken hoeveel we er kunnen maken. Stuks. Ik denk dat dat te weinig is. Die zijn in ieder geval klaar, dus kan ik hier even een emmertje van maken. Want we gaan dus even die turtle omhoog halen. Ik heb een pickaxe nodig. En ook die hebben we niet. Hout, 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 hout. Zo. Zo maar weer. Hé. Ik gooi net al... Oh, ik dacht dat ik er nog drie in gooide, maar dat was dus niet zo. Ik heb er twee nodig voor de pickaxe en voor de rest. Dan worden hier extra bij. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb. Die erbij. Pickaxe. Oké. Okay. Dit heb ik niet nodig. Die niet, die niet, die niet. Dit wel. Zo. We gaan eerst de turtle even omhoog halen. Ja, heb ik wel water voor nodig. Weer terug naar het water. Nou, gaat goed. Hier wat water, hupsakee. Terug naar het gat. Even kijken aan welke kant die staat, zodat het makkelijkst is. Doen we gewoon hier. En dat was een creeper. Hiep hoi. Klote beesten. Ja. Zo zag het er ooit ongeveer uit. Zo. Nou, daar gaan we. 1, 2. Ivoi. En dan doe ik het eigenlijk nog verkeerd. Maar goed, maakt niet uit. We gaan hier gewoon weer omhoog. Op de hoop echt dat ik er genoeg heb. Kijk, dit bedoel ik dus. Dit ga je krijgen als je het verkeerd doet.
Zo. Als het goed is moet ik er nu net bij kunnen, toch niet? Zo. Zomaar. Weer één verkeerd geplaatst. Nee. Ik red gewoon net niet. Nou, maakt niet uit. We zijn in ieder geval boven. Ik hoor ook. Weg geweest jij. Zo, deze halen we weer weg. En deze zetten we even hier neer, want hier hebben we de turtle ooit begonnen. Zo. Alleen volgens mij gaat hij nu ook mijn trappetjes weer weghalen. Even kijken of dat ook echt daadwerkelijk gebeurt. Oké, okay, maakt niet uit. Ik ga dit wel even invullen met wat steen. En dan wordt het nacht. Dus we moeten gaan slapen. Zo. Even kijken, dat is bezig. Hoeveel hebben we hier ondertussen? Nou, nog niet zo heel veel. Even kijken hoor, dit kan weg, die kan daarin. Hier heb ik nog niet zo veel aan. Zo. Mijn waterbucket doe ik er gewoon bij in. Hupsakee. En dan gaan we toch nog weer eventjes naar de mijn. Om te kijken of ik wat diamond kan vinden. Want ik heb gewoon nog steeds diamond nodig. Wacht. Ik heb een veel beter idee. Hupsakee. Dit moesten we ook nog doen. Dus dan doen we dit nu maar meteen. Gelijktijdig. Zo. Loopt iets beter door. Natuurlijk. Zo, we zijn beneden. Ik ga gewoon voor de fun eens even een keer de andere kant op graven. Met de hoop dat we iets tegenkomen.
Zo. Was fijn, allemaal gravel. Even een lampje maken hier. Dan zien we wat we doen. Zo. Ik hoor water. Kijk, en lava. Nou, op de hoop dat we hier dan ook... Ik denk eigenlijk dat dit een gang is waar we naar toe kunnen kijken. Als we die ene... de andere plek staan. Even kijken wat het lava hier doet. Of wat het... Zo. Even een veilige werkplek creëren. Zo. Waar komt het water vandaan? Daar. Zo, dan laat ik het water wel stromen. Alleen vanaf de andere kant. Zo. Hupsakee. Dus even kijken wat hier zit. Dat is ook belangrijk. We hebben in ieder geval wat... Ik hoop stiekem dat ik even zo'n blok krijg wat 16.000 EMC waard is. Dat zou namelijk mijn diamantenprobleem oplossen. Zo. Hier nog eventjes een blok neerzetten zodat ik er hier naar boven kan. Kijken hoe het lava hier georganiseerd is. Zo. Dit is ook wel fijn. Ik zit me nu trouwens iets te bedenken. We kunnen net zo goed heel veel blokken maken. In de... energy collector. En die gewoon inruilen. Misschien niet heel erg op dan. Maar het is weer iets extra als wat... Iets meer als wat het nu is. Zo. Dan hoop ik stiekem dat dit zo'n blok is. Nee. Jammer. En mijn pickaxe is weer op.
Wat wel jammer is. Even kijken wat er gebeurt als ik een stukje deze kant op ga. Dan kom ik alleen maar bij hout uit. Of bij houtsteen. En toen was hij op. Nou, dan gaan we weer terug. En dan gaan we eens even proberen wat ik net zei. Ik vind dit eng. Zo. En dan even zien welke kant was klopt. Deze kant. Zo. En dan moet ik die kant op. Dan zijn we bijna boven. Kijk, als we nou zo doen. En dan bijvoorbeeld dit. Kijk, dit gaat heel snel. Dus dit laten we even gewoon doorgaan. En ondertussen wisselen we gewoon dit even in. Kijk, nu zit hij vol. En dan doen we gewoon zo. Kijk, die gaat een stuk sneller. Ondertussen gaan we even deze stenen bakken. Die kan daarbij in. En wat we ook even gaan doen is deze pakken. Daar gaan we een wolblok van maken. Zo. Die hebben we zometeen ook nodig. Dan ga ik die er even uithalen gewoon. Doe het even hierbij in. Hupsakee. Want ik heb die even nodig voor 3 ijzer. En het wordt weer donker, dus wij gaan weer even slapen. De ovens gaan bezig, dus dan loop ik even snel deze kant op. Om even te kijken hoe ver de turtle is. Staat weer boven. Oh, hij heeft al bijna dat wat bed ook gedaan. Niet dat we er iets uit hebben wat echt kostbaar is. Zo. Dat kan daar weer bij in. Dit doen we gewoon even daarbij in. Laddertje erbij in. Hupsakee. Dan heb ik deze nodig. En dan moet ik even denken. Oh, ik heb er 4 nodig. En ik heb hout nodig. En dat had ik net allemaal weggedaan. Dus ik moet weer even nieuwe maken. En ik denk ook dat we weer even op varkensjacht moeten. We moeten nog heel veel. Maar eigenlijk mijn grootste ding is dat we vandaag in ieder geval het huis dicht krijgen. Zo. Die daar, hupsakee. Die daar. En dan wil ik die. Nee, want mijn ijzer zit hier nog in. Zo.
die daar. En die daar. Zo. Pak wel even het wol erbij. Dan moet ik er even één apart houden voor mezelf. En dan moet ik even denken hoe we dat ook weer doen. Dit zijn hele dunne. Ja, dunne kunnen ze niet. Nou, dan gaan we dus even beginnen met de vloerbedekking in het huis leggen. Die laat ik even open, want daar komt het bed. En het bed... Oh. Het bed kan hier niet op staan. Dus dat is een beetje jammer. Er kunnen hier geen... dingen op staan. Ja, toen waren ze alweer op. Wat we wel kunnen doen is eventjes... Ik ga gewoon vast langzaamaan alles... verplaatsen. Ik pak deze. Ik ga even een deur maken. Hupsakee. En ik pak ook meteen mijn bed mee. Kijk, we zetten het bed vast. Als het goed is moet dat kunnen. Oké, ja, slopen dit even. En anders zetten we er gewoon hout neer hoor. Dat kan dus niet. Helaas voor de klooster. Doen we die er neer. Dit erop. Dit er weer naast. Zo, niemand die het ziet. En er is toch genoeg licht. We gaan de deur er vast in zetten. Oh, dat is een blok. De deur had ik nodig. Zo, die zit er ook vast in. Zo. Dat is wel eventjes genoeg. Kan ik hier trappetjes van maken eigenlijk? Nee, maakt niet uit. Zo. En dan gaan we van dit. Ik weet niet of het mooi staat, maar we zien het vanzelf. Het dak maken. Oh ja, dat is het probleem met Tekkit Classic. Nee, maakt ook niet uit. Ik zie er niks meer van. Vind ik dit mooi? Ja, het is wel prima. Kunnen droog slapen. Zo. Hupsakee. Ik denk eigenlijk dat mijn turtle wel weer boven is, want er hoeft er niet zoveel meer. Dus dan gaan we even kijken. Nee, de turtle is nog niet helemaal boven. Hij komt nu naar boven. En volgens mij is het precies hetzelfde als net. Maakt ook niet uit. Hupsakee, twee hammetjes erbij. En ik kan hem weer niet kapot slaan, hè. Dus ik moet weer eventjes een... En hoe noem je dat? Een pickaxe gaan halen. Hoe is het hier? Kijk, dat dacht ik al. Iets met EMC waarde 1. Dat is meer dan prima. Pak er meteen even wat uit om nog meer... van deze te maken.
64. Oh, dat gaat verkeerd. Zo. En dan moet ik eventjes kijken. Het is niet fijn als ik elke keer ijzer moet gebruiken. Zo. Dit kan er vast in. Weer 14 stuks. En dan heb ik ook de derde. Zo, mee. Laten we nu een iets groter gat graven gewoon. Zo. Hupsakee. En dan zetten we hem nu gewoon... Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5... Hier neer. 1, 2, 3, 4, 5. Als het goed is moet het lukken. Maar nou doet hij alsnog 3. Of niet? 1, 2, 3. Ja. Oh, ik heb wel 3 gedaan. Oh, wat stom. Kom hier. Zo, overnieuw. Excavate 5. Zo moet het goed gaan. Ja, top. Het wordt weer donker, dus we gaan weer naar bed. En vannacht slapen we dus voor het eerst in ons nieuwe huisje. Pompadadom. Nou, ik vind het toch behoorlijk nacht hoor. Zo. Kijken of we die vloer af kunnen maken. Ik had ondertussen 14 blokken bij me. En ik weet niet of ik er nog nodig heb. Iets meer dan 14. Zo. Ja, ik wou zeggen, heb ik nou nog wel glowstone? Maar die heb ik nog. Dit doen we zo. Hupsakee. En dit er allemaal in. Nog meer in wat ik kan. Zo. Toch weer heel even stiekem iets anders doen. Dit is wel genoeg. Hupsakee. Want dan kunnen we gewoon in één keer ons huis afmaken. Eentje bewaren. Zo. Die 3 hammertjes leggen we even daarin. En toen nemen we toetsenborden niet meer. Zo. Oh, we moeten ze wel goed neerzetten. Dat is het leuke van Tekkit. Je kan dus dit soort dingen plaatsen.
En dan kun je dus bijvoorbeeld ook kozijnen maken en zo. Dat wil ik ook nog gaan doen met dit huis. Maar dat is van later zorg. Eerst even zorgen dat we de basisbehoeften allemaal hebben. Gewoon wat luxe kunnen genieten. En hier verdwijnt zometeen ook weer een heel stuk wol hoor. Want hier moeten de ovens en zo komen. Dat moet allemaal elektrisch gaan worden. Zo. Ik dacht dat we dat wel zouden redden, maar toch niet. Kijk, dit schiet ook nog niet echt heel erg op. Toch maar weer een blokje zand. Hupsakee. Zand erin. En dan doen we meteen even die erin weer. Zo. Zand erin. Even zien hoor. ...32 stuks weer. Het is weer veel te weinig. Maar we gaan gewoon nog weer even. Verder. Ik wil gewoon mijn huisje... ...praktisch klaar hebben vandaag. Dat we alleen die leidingen nog... ...aan hoeven te sluiten. Dat zou mooi zijn. Kijk, we komen een heel eind. Zo, die er weer in. Appeltje, dat kan er wel in. Kijken of we niet iets hebben waar we gewoon... Ik ga eens even kijken wat er gebeurt als we koper gaan smelten. Wat dat me oplevert. Oh, het dak moet natuurlijk aan één kant ook nog dicht. Laten we dat meteen even gaan doen. Zo. Dat is weer één te veel. En nog steeds te weinig natuurlijk. Nog een paar bijmaken. Meer heb ik ook niet. Dit is wat ik kan. Maar ik denk dat dit wel genoeg moet zijn. Zo. En het dak zit dicht. Dan hoef ik hier alleen nog maar even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volgens mij ook nog 7 glowstones. Gaan we eens even kijken. Dus dat betekent 7. Ah, daar redden we nog langer na niet. Nou, weet je wat? Laten we dit gewoon de allerlaatste aflevering doen. Om het huis. Kost dit? Zo. Nog één keer dan. Want dit zijn er pas
nog niet eens één. Of nog niet eens twee. Mensen, laat ik het hier maar bij houden. De volgende keer maken we eens even het laatste stukje van de Glowstone af. Ik ga heel nog even snel kijken of mijn toevallig mijn turret boven is. Nou, hoe heet zo'n ding nou? Dit ding. Zo. Oops, oké. En... Excavite 5. Oké, zo, die gaat weer verder. Mensen, mocht je dit nou een leuke aflevering... Nee, we moeten juist niet verder gaan, want anders ben ik hem weer kwijt de volgende keer. Oké. Dat klopt ook niet zo. Ik wou zeggen dus, mensen, mocht je dit een leuke aflevering vinden... Klik even op die like-knop. Het zou nog vetter zijn als je op mijn kanaal abonneert... En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Adios!